Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En in deze aflevering hebben jullie besloten welke attractie ik moest bouwen. En het was best wel een hele leuke keuze. Er waren heel veel leuke comments bij. En er stond er ook bij van Fata Morgana. Ik dacht, hoe moet Fata Morgana passen in dit kleine stukje, dit kleine gebiedje? Dat gaat nooit werken. Dus dan, ja, dit is mijn speelgebied eigenlijk. Ik kan het nog een klein beetje inkorten, maar dat water moeten we nog wel een beetje hebben. En misschien ga ik dit zo hier zo afkorten. Je gaat het net niet zien, want dat laat mijn cursor niet zien. Dus ik zou dat met een boom moeten laten zien. Kijk, dat we dit zo afsnijden, zo, dat zou op zich kunnen. Dat gaan we dadelijk ook nog wel doen, denk ik. Maar Fata Morgana gaat die niet passen. Dus die valt er sowieso af. Maar ik heb wel iets heel leuks gezien. Er waren namelijk Stef Meijen had bijvoorbeeld een comment gezet met bouw een piranha idee. Dus, en ik had al zoiets van, ik wil die attractie best wel hebben. Het is een heel brede baan. Dus ik ga eens kijken hoe we dit gaan toveren hier. En we hadden ook die stenen rotsen hier gemaakt aan de zijkant. Weet u het nog? Jullie weten het vast wel. Ik wil toch iets verder thematiseren dadelijk. Wat meer details nog. Dat het wel net, het hoeft niet helemaal vol te staan, maar dat het nog net een beetje wat meer sfeer heeft. En ja, ik vind dat die stenen, dat we die in de attractie ook nog door kunnen laten zien. Dus die stenen gaan we wat meer gebruiken met wat verschillende niveaus. En ik dacht aan een idee. Ik zal het uitstippelen met een soort van, dat ik de grond een beetje aanpas naar bruin. Dat we een beetje het idee doen dat je hier vertrekt. Hier komt het stationnetje eigenlijk. Een beetje krap misschien. Dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. En dat hij sowieso de baan zo hier langs gaat. En dat hij langs deze achtbaan gaat. Dat lijkt me toch heel gaaf. Het loopt hier ook een beetje naar beneden. Ik moest kijken hoe we dat gaan doen. Ik denk dat we eerst even heel erg netjes het land moeten ophogen. Gewoon even gewoon in grote getallen. Want die attractie heeft gewoon ruimte nodig. En ik wil ook gewoon wat ruimte maken voor deze attractie. Want het is tenslotte wat ik zei. Het is echt wel een grote attractie. Het zijn hele brede, die wildwaterbaan kan je heel breed maken. Dus het is sowieso een attractie die heel veel plek nodig hebt. Dat is iets wat zeker is. Dus ik ga nu even het land een beetje ophogen. Dat maken we dadelijk mooi daar zo. Maar dat het in ieder geval wel een beetje netjes uitziet. Ik ga dit ook nog een beetje, ik weet niet hoe hoog dit precies moet. Ik geloof dat dit wel een beetje de hoogte is. Ik zal deze heel een beetje naar onder doen. Oké, daar gaat het weer met dat land. Ik word daar helemaal scheidberoerd van. Hoe word je scheidberoerd? Nou, van dit spel. Vooral met het land verhogen is, dat is gewoon verschrikkelijk in Rollercoaster. Ik raad het niemand aan om te doen, maar het lukt op een gegeven moment wel. Kijk eens, we hebben nou denk ik een vlak land stukje. We hebben sowieso wel een groot stukje land nodig. Ik denk dat we dit hier heel voorzichtig moeten gaan aankaarten, dat het ook een beetje die kant is. En dan maken we hier gewoon weer opnieuw een vijvertje van. Wees niet... Oh, ik heb de verkeerde gedaan. Ik klik altijd die verkeerde sinds kort. Ik weet niet waarom. Kijk, maar zo gaat het meteen, doe ik het gelijk goed. Het water verdwijnt rustig, dat doen we dadelijk allemaal opvullen weer met water. Dan loopt hij gewoon een beetje schuin. Dan hebben we in ieder geval wat plek. Ik zie dat ik daar nog dingen ben vergeten namelijk. Kijk eens, dit ziet er niet uit. Ik heb het één blokje naar boven gedaan. Dus dat moeten we eventjes weer eentje blokje omlaag doen. Kijk eens, en hier zo is dat natuurlijk een heuvelland. Dus vandaar dat het er zo raar uitziet op dat moment. Dus wat wij doen is even de bomen weghalen. En dat we dit even weer mooi maken tot een vlakte. De Vallei van Vincent. De Vallei van Disney Unique. We zijn nog steeds bezig met dit pretpark. En we gaan dus de Piranha proberen te bouwen. Als het lukt, want het is een heel klein gebiedje. Maar we hebben het grond nu wat... dit lijkt nu een heel erg klein vijvertje. Maar als we dit opvullen met water. Ik geloof dat dit de hoogte was. Dat kan ik zien namelijk aan de hoogte van... Hij moet voor mij nog eentje hoger als het kan. Ik weet niet of het lukt. En ja, hij kan nog eentje hoger. En dit was volgens mij de goede hoogte. En dan kijken of hij daar mooi uitkomt. Kijk, nu lijkt het ook een stuk groter, het vijvertje. En dat was ook de bedoeling. Er moest ook een vijvertje blijven. Misschien dat we dit... Ja, als we echt nog meer gebied nodig hebben, dan ga ik het hier afkappen. Ik laat het nog even zien wat mijn idee dan is. Maar dan ga ik het dus totaal hier zo helemaal eraf snijden. Ik plaats een boom in het water, excuus. Dan gaan wij door met de ingang van de attractie. Want omdat ik hier weinig plek heb. Ik heb hier trouwens een klein mainstreetje gemaakt van China. Dat we een beetje meer een China gevoel krijgen. Dus ik wil hier nog wat meer aankleding doen. Misschien kunnen we hier nog wel een pad maken dat mensen hier ook kunnen lopen. Of alleen maar entertainers. We moeten even kijken. Want er zijn volgens mij hebben we geen Chinese entertainers. Van die gasten met die samurai zwaarden. Ik geloof het niet. Dat geeft ook helemaal niks. We gaan gewoon iets moois maken. Maar ik denk dat dit te krap wordt. Maar dan zou ik dus dit gebouw wat moeten
uitvergroten. Dat zou op zich kunnen, maar het is een beetje krap. Ik laat het jullie gewoon zien. We gaan de attractie even zoeken in, hè, ja, in deze, even kijken. Waar staat die waterattractie? Want misschien valt die onder achtbaan, dat weet ik dus niet. Het zou kunnen dat het hier is. Je hebt de XXL Raftings en je hebt de White Water Rapids. Maar wat is het verschil? Ik denk dat ik misschien met die rafting wel wat meer kan. Ik ga het spel opslaan, want het is een gedownloade attractie. Dus als die vastloopt, dan ben ik alles kwijt. En dan moet ik weer alles opnieuw doen. En dat is niet leuk. Ik ga eens kijken wat we gaan doen. Ik weet niet wat dit is. Hij is wel 100 euro duurder in prijs. Maar er staat... Kleine wasservallen, das ist rafting von Kerstor. Leg los mit deiner neuen raftingbaan mit groben schussen. Voor mij is dit Duits. Nou, we gokken erop. We doen dit plaats. Ik kan hem ook een beetje lager doen. Hij stond zo ingesteld. Ik weet niet waarom. Maar ik denk als ik hem wat lager doe, dat hij dan ook pakt. Ja. Ik wil gewoon eens weten als we een test doen met deze. Want ik heb het gevoel dat het niet helemaal de goede baan is. Zie je? Het is wat zou dit... Wat is dit dan? Dit gaat heel anders. Dit is een achtbaan idee of zo. Zie je het? Wat apart. Het is niet dat hij vrij gaat in water. Zie je dat? Ik denk niet dat dit helemaal de goede manier is om... Nee, dit is niet wat ik zoek. Goed dat we niet een complete baan maken. Want dat we even gingen testen wat er precies af. Maar de XXL Rafting wordt hem dus niet. Dan gaan we gewoon de Classic White Weather Rapids. Zo heet het. En het is ook Nederlands. Het hoort bij het Dolle Waterpretpakket. En kijk, zoals je ziet is het ook vrij breed. Zie je het? Als je vergelijkt met een achtbaan is het gewoon ja, een vrij brede baan. Het is leuk als we dit iets omhoog maken. Maar dan zitten we met dit dak. Dus ik denk dat we dit sowieso gaan verwijderen. En dat we dan sowieso dat opnieuw gaan maken. Dus wees niet bang. We gaan dit gewoon opnieuw maken. Dus dit hele huisje gaat gewoon helemaal weg. Dat is gewoon wat ik nu naar mijn beslissing. Kan natuurlijk ermee eens zijn. Zo niet, pech. Oh, dat klinkt gelijk zo grof. Kijk, je ziet het. We hebben weinig plek. Als ik hem hier plaats, dan moet ik... Kijk, dan zou je dus dit moeten doen. En dan zit je al tegen de rand aan. En dat is heel vervelend. Want dan kan je ook niks meer bouwen daar. Ik zit daar in een hele benauwde situatie. Dus wat ik daar ga doen, is dat ik misschien wel eventjes dit ga draaien. En dat we dan... zullen we trappetjes maken? Dat weet ik dus niet. Want ik vind het ook wel leuk als die zo hier langs die bergen gaat. Dat is fantastisch. Ja, dat is heerlijk. Dat moment. Oké. Dus ik denk dat we hier het station maken... dat was dus niet het station. Dit is dus weghalen en dan zo. Dan hebben we hier het stationnetje. Dus als we het zouden testen, dan krijg je dus zulke karretjes. Dat zijn die verschrikkelijk leuke bootjes. En dan zouden we dus zoiets kunnen maken. Hij loopt wel heel erg vlak langs die bergen. Zien jullie dat? Kijk, dan loopt hij... Dat is ook weer onrealistisch. Het is zo lastig af en toe om zoiets te maken. Hoe gaan we dit het beste doen? Ik denk dat we dit het beste op die manier kunnen doen... Dat je flank langs die berg gaat. Ik denk dat dat wel heel leuk is als begin. Ik vind het sowieso als begin leuk. Als je natuurlijk begint je wat hoger niveau. En je zakt naar beneden. Dat is meestal de realistische manier. Dus laat ik ook gewoon realistisch bouwen. En laten we dit. We hebben zo weinig plek hier. Jullie kunnen het niet. Jullie snappen het niet. Maar ik heb gewoon te weinig plek. Ik ga hem gewoon wat hoger neerzetten zo. En wanneer. Kijk, het is ook gaaf als je een hogere verdieping hebt. Dan zie je dus de. Ja, dan zie je het ook heel leuk. Kijk, als we nou dit doen zo. En dit naar voren. Dan komt er een stukje rots erin. En dat is natuurlijk onrealistisch weer. Dus dan zou je hier de bocht moeten doen. En dat kan weer niet met dat stukje. Het is zo'n gedoe, mensen. Och, het is zo'n gedoe. Alsjeblieft. Dit zou dan wel weer kunnen. Zo. Kijk, dan beginnen we wat hoger. Dan zouden we hier dus een bocht kunnen maken. En dan zouden we hier dus naar beneden gaan. Zie je? Kijk hoe breed het is. Het is fantastisch. Het is hartstikke mooi. Het is echt schitterend. Maar ik denk niet dat we een heel groot iets kunnen maken. Daar ben ik gewoon heel erg bang voor. En hier kunnen we het ook. Moeten we hier in de grond gaan bouwen? Hij sluit zich aan in de grond. Wat grappig. Kunnen we hem nog dieper de grond in? Kijk of we dat doen. Nee. Oh, dan gaat het weer mis. Oh ja, natuurlijk. Dan moeten we weer het land naar beneden maken. Hoe gaan we dit doen? Dit is een keuze, hè, mensen. Dit is een hele lastige keuze. Ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. Dit is heel, heel erg moeilijk. Laten we zeggen, dit hebben we nodig. Hier kunnen we een bocht hebben. Daar is het einde. Hier word je natuurlijk naar boven getakeld. Of naar dit zo.
Zo. Kijk, dit zou kunnen. Ja, kijk, dit zou kunnen. Dit is leuk. Dit is voor het einde, is dat gewoon fantastisch. Maar ja, hij gaat natuurlijk niet die kant op. Alhoewel, je kan hem natuurlijk die kant op laten gaan. Maar dat, ja, dat zou raar zijn. Ik vind het leuk als die kant op gaat. Oh, die keuzes, jongens. Waarom zijn ze gelijk zo moeilijk? Kijk, als hij gelijk omhoog gaat, is ook wel tof, denk ik, hè? Oh, dan komt hij geen steek omhoog. Kijk nou. Je moet hem echt twee omhoog laten, anders is het gewoon, heeft het gewoon geen nut, deze attractie. Dat is toch geniaal? Kijk, dit is gaaf, want dan zie je boven... Kijk, dan zie je die attractie boven die berg uitkomen. Ik vind dat wel een heel erg leuk sfeertje hebben. Ik denk dat we het zo doen. Ja, zeker weten. Dit is fantastisch. Zo moeten we dat doen. Uiteraard. En dat is een grote, brede bocht. Oh, daar kan niet wat... Kijk, die attractie staat al in de weg. Die achtbaan staat al in de weg. Oh, verschrikkelijk. Kijk, zo kan het wel. Maar dan heb je weer... Ja, liever die grote natuurlijk. Nou, weet je wat? We doen hem niet. We kunnen hem ook zo doen, hè? Kijk, maar dan zit je misschien met dat gebouw. Zit je met een gebouw? Nee. Kijk dan. Kijk hoe breed het is. Dit is toch niet normaal? Ik vind het zo jammer dat die achtbaan precies net niet onder kan. Maar ja, het ziet er ook niet zo mooi uit natuurlijk op deze manier. Kijk, dan krijg je de prachtige dingen. We gaan dat zo doen. Ik ga hier gewoon een brede bocht maken. Die gaat niet aansluiten op dat. Misschien kunnen we hem trouwens nog eentje omhoog laten toetakelen. Of wordt die dan te hoog? Dat weet ik dus niet. Even kijken hoe dat eruit ziet. Het ziet er wel fantastisch uit. Het heeft... Ja, ik weet niet. Het heeft wel een heel leuk sfeertje, denk ik, dit. Kijk dan, dit is fantastisch. Ja, dit gaan we doen. Ik vind die ondersteuningen zijn wel echt schitterend gedaan. Echt, rollercoaster, mwah. He? Af en toe heeft het gewoon echt een mwah momentje. Schitterend. En wanneer wij dus, even kijken, dit gaan doen. En we laten hem naar beneden gaan, dat kan dus weer niet. Dus ik zou dit kunnen doen. Even kijken hoor. Ja, dit bouw je dan zo. En dan zou je dus zulke dingen kunnen maken. Kijk hoe groot het is, joh. Moeten we zo hoge bergen maken? Ach, vreselijk. Waarom neemt deze attractie zoveel in beslag? Ach, ik. Vreselijk om te bouwen dit. mensen, ik ga er even rustig bij nadenken. Ik ga er even voor zitten. Ik kom zo bij jullie terug. Oh god. Alsjeblieft. Het was een drama. Mijn rollercoaster 3 liep vast toen ik het laatste stukje van de baan wou plaatsen. Waardoor die gewoon niet meer functioneerde. Het deed het gewoon helemaal niks meer. En nu ben ik dus de baan heb ik dus helemaal afgemaakt. Ik zie nog wel wat dingetjes die ik ga verbeteren. Zoals dit dunne strookje. Dat laat ik gewoon overgaan naar dik, denk ik, als dat lukt. Dus ik ga dat nu even aanpassen door dit weg te halen. En even kijken hoor, dit weg te halen. En dan houden we dit gewoon lekker breed. Maar dan doen we wel iets van een watervalletje erin. Dat je wel een beetje een spannende rit hebt. En dan sluiten we dit aan elkaar. Kijk. Dan blijft die lekker dik, die baan. En dan hoeft hij ook zo min mogelijk naar dun. Ik heb hem hier wel wat dunner gemaakt. Hier als hij de bocht moet maken. Ik ben niet heel erg blij mee. Maar het is wel spectaculair, denk ik. Nou, zoals je ziet heb ik hier dus eventjes een stukje berg geplaatst. Hieronder. Daar loopt hij dus mooi op, zie je. Daar leunt hij op. Het ziet er echt fantastisch uit. En ik heb die ook hier geplaatst in het hoekje. In het hoesje. Dus dat er een steentje in het water ligt. Moet even kijken dat hij niet er tegenaan komt. Want het zou onrealistisch zijn. Dan gaat hij een beetje onderdoor hier zo. Dan gaat hij weer dun worden. Dan gaat hij naar boven. Dan komt hij in een breed gedeelte. Waarna hij weer naar een dun gedeelte komt. En dan wordt hij omhoog getakeld. En dan ben je er alweer. Dus zo ziet de baan eruit, de layout. Ik vind hem leuk geworden. We gaan hem leuk thematiseren met leuke rotjes en toetjes en ditjes. En dat gaan we samen met jullie doen, de kijker. Het is een beetje die Piranha 2.0, om het zo te zeggen. Nou, zoals je ziet word je in het begin al toegetakeld. Je gaat een beetje naar beneden hier zo. Het zijn verdiepingen, verschillende verdiepingen. Zoals je ziet is het langwerpig, dus kunnen we met bergen wel wat vets doen. Je ziet hier dat ik hem hier ook heb geplaatst, dat hij hier ook op rust. Ik vind sowieso de palen echt fantastisch eruit zien. Die maken al heel erg leuk gethematiseerd, maar nog niet voldoende. We gaan dus een beetje wat meer thematiseren rond deze attractie. Dus ik ga eens kijken, wat kunnen wij gebruiken hiervoor? Sowieso gaan we boompjes plaatsen, maar dat gaan we dus dadelijk pas doen. Ik denk dat we beter eerst ons kunnen bemoeien met de bergen. Dus de heuvels, de platformen die je ziet, die ik daar ook heb neergezet. En die platformen staan hier ergens tussen. Het is altijd zoeken voor mij. En op een gegeven moment kom je het gewoon tegen. En als je het niet tegenkomt, begin ik gewoon weer helemaal bovenaan. En dan komt hij als het goed is in 3, 2,
1. Kom op, ja! Ik moet die naam onthouden. De Foliage set. Die Foliage. En de Foliage set is dus een van de... Ja, ik vind het een prachtige set. Ik heb hem hier ook gebruikt, zoals je ziet. Dus het thema zou leuk doorgaan stromen met hier. Dus we zouden een soort van... Ja, ik weet niet. Ik vond die plateaus hier heel leuk eruit zien. Het heeft wel iets. Ja, ik vind wel dat ik ze nog iets meer gras moet doen en iets meer kleur. Want het heeft wel een volledig een beetje donkere bovenkant. Waardoor het een beetje grof eruit ziet. Een beetje somber lijkt het net. Maar het moet me wel een beetje denken aan het mos idee. Dus dat is wel heel gaaf dat er sowieso op zit. Hier gaan we dus wat bergjes maken. Wat we hier moeten doen is dus een juiste steen kiezen. Die we kunnen plaatsen aan de zijkant van zo'n attractie. Nou, laten we gewoon vanaf het begin beginnen. Dat is hier zo. Zoals je ziet, nou, dit ziet er fantastisch uit met die palen. Dat is heel tof. Ik vind het al echt een fantastische mooie ondersteuning. Dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Misschien moeten we hier gewoon een rots plaatsen. Kijk, en als ik die rots hier plaats... Kijk, hij komt net in die attractie. We moeten eigenlijk hebben dat hij net die attractie niet raakt. Maar dan raakt hij het gebied wel. Maar dit zou nog net kunnen. Hij raakt de achtbaan ook net niet... Ik heb hier wat grote stenen. En die grote stenen zorgen ervoor dat grote oppervlaktes bedekt kunnen worden met zulke bergen. Zoals je ziet heb ik hem hieronder weten te plaatsen. Hier ook tegen de zijkant aan. Zodat dat gebied wel een beetje afgezonderd wordt. Zoals je ziet blijft het een beetje met die hoge... Maar ja, ik vind het prachtig met die hoge bergen. We moeten even kijken of we dat hier ook kunnen plaatsen. Want het zou natuurlijk verschrikkelijk mooi zijn als we hier ook zo'n hoge berg kunnen plaatsen. En dat, ja, dit is natuurlijk ook schitterend. Kijk, ik kan zelfs de custom scenery over de hek heen plaatsen. En dat is natuurlijk nog beter. Want kijk, nu kan ik hem helemaal buiten het beeld neerzetten. En dan, ja, dan kan je ook wat meer layers doen. Dus stel je voor, ik ga hier even dat ding plaatsen zo. Kijk, dan wordt het nogal... Ja, dan ziet het er wel best gaaf uit. Terwijl we helemaal aan de buitenkant werken van de attractie. Dat ga ik dus hier ook doen. Ga ik gewoon hier... We moeten wel... Ja, je moet een beetje bergen neerzetten. En daar komt gewoon de attractie tussen te staan. En ja, deze berg heeft dan een aantal niveaus. Dus een verdieping, om het zo te noemen. En die verdiepingen gaan we dus bij elkaar brengen. Zoals je ziet gaan we die ook omhoog doen. En dan zie je dat je een beetje cliffs krijgt. Van die een beetje bergdingetjes. Kijk, hier gaan we dat ook doen. Hier een beetje langs de zijkant wil ik er eentje doen. Kijk, dat is gaaf. En misschien kunnen we er eentje een grotere zoeken. Een boulder. Het is echt een boulder. Een boulder. Een grote boulder. En die gaan we hier neerplaatsen. Zo. En dan krijg je een beetje verschillende niveautjes. Ik denk dat ik die zelfs nog een beetje kan laten zakken. Kijk, een beetje dat je zo'n ding krijgt. Ja, dat ziet er schitterend uit. En dan gaan we dit ook nog even doen. Dan heb ik een iets grotere boulder nodig. Ik denk dat we gaan kijken naar de... Even kijken, een boulder. Dit is een grote boulder, hè? Dit is een hele grote boulder. Misschien moeten we kijken naar de C. De 7. De 7 is natuurlijk wel een heel grote boulder. Kijk eens. Zo gaan we dat thematiseren. Dat we allerlei laagjes krijgen in deze attractie. En hier gaan we hem een beetje hier er tegenaan zetten. Zo. Ja, fantastisch. Kijk, en het is gewoon een beetje aankloten. Van hoe gaan we dit hier neerzetten? Kijk, hier, dit kan ook wel een beetje. Zie je? Dan zit het. Ja, dan zit het een beetje bij elkaar. Dit is wel een gaaf idee, dit. En dan zetten we hier nog een steen. Dan moeten we kijken of die niet hier de baan raakt. Nou, dat is perfect. Deze steen staat echt heel goed. En dan... Het is een beetje... het moet net als domino stukjes. Daar moet je het een beetje mee zien. Het zijn verschillende onderdeeltjes die in elkaar vallen. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien, hè? Kijk, nou, dat steentje daar. En misschien is er wel eens een keer dat er een dingetje... Dat er een rivercraftbootje tegen zo'n steentje aankomt. Daar moet je gewoon niet bang voor zijn. Dat zal heus wel gaan gebeuren. Maar dat betekent niet dat het bootje gelijk kapot gaat. Het is natuurlijk gelijk al wat onrealistischer wanneer het gebeurt. Dat is een tweede ding. Maar het zal niet heel super erg zijn als het een keer gebeurt. Of als het een keer voorkomt. Dus, maar ga niet zo, kijk, een steen pakken en dan denken van... Oh, hier staat hij mooi. Gewoon dwars door de attractie. Oh, laten we hier de steen neerzetten. Het is wel leuk natuurlijk als je zo... Oh ja, fantastisch. Ja, de attractie is nog gesloten. Want er staat nog een grote steen in de attractie. Dat kunnen we niet maken. Dat kan je niet doen. En dan heb je allemaal ongelukken. Dan kan je de EHBO-post gaan bellen. Dat is allemaal niet. Dat moet je allemaal niet doen. Dus wat we hier gaan doen is gewoon een beetje met stenen knoeien en kloten. Om het zo te zeggen. We kloten gewoon wat aan. En we zien wel hoe het
eruit ziet als we het hebben neergezet. De grotere stenen is volgens mij de 7. Dan hebben we dus de 7C, dat is deze. We hebben de 7B, dat is deze. Zeg me niet wat het verschil is tussen deze twee stenen. Maar er zal wel ergens een verschil zijn. En dan hebben we ook nog deze. Nou, die ziet er dan qua... die ziet er wel wat anders uit, zie je? Die heeft wel wat meer vormen in zich. Daar niet van. We gaan natuurlijk kijken, kunnen we hier zo'n steentje proppen? Kijk, hier kan die gewoon niet staan. Dus we moeten kijken, kunnen we hier misschien andere thematisatie zetten? Of misschien, we hebben ook boulders. Dus dat zijn, zeg maar, stenen. Het zijn allemaal stenen. En dan hebben we nog grotere stenen? Dus even kijken. Nee, ik denk dat de boulders, dat een beetje de grotere stenen zijn. Vraag me niet waarom bovenaan de boulder group set zit. Die gebruik ik wel heel erg graag, want er zitten gewoon gevarieerde dingetjes op. Zoals, verschillende lagen. Maar er zitten ook stukjes boom op. Dus dat maakt het toch, ja, dat vind ik toch wel leuker uitzien. Moet je kijken. Het heeft wel iets. Ik wil dit bruggetje laten, omdat het gewoon fantastisch ziet het eruit vanaf de buitenkant. Ziet het gewoon fantastisch eruit. Kijk die prachtige palen in het water staan. Fantastisch. En, nou, kijk, deze rots die zweeft. Zie je het? Hij zweeft. Ziet er natuurlijk niet uit, ik weet het. Dus dat gaan we fixen. De fantastische rots. We gaan hier gewoon een bulder neerzetten. En die prachtige palen. Nou, dit is fantastisch. Kijk, hier, dit kan wel. En dan zouden we nog even een grotere bulder pakken. Een bulder 6, dat is wel echt een joekel. Maar we gaan ook met joekels werken, dames en heren. Grote joekels, kijk eens. En die plaatsen we gewoon over dat hele stuk. Dan weet je sowieso dat er niks kan zweven qua steen. Ik wilde hier ook nog wel wat tussen zetten, zo. Dat het een beetje aansluit. En eens even kijken. Het is natuurlijk prachtig dat deze set heel erg mengt met de stenen in de attractie zelf. Dus wat je ziet allemaal. Weet je, dat mosachtige. Dat komt terug in de attractie. En dat maakt het natuurlijk echt van fantastisch. Hier gaan we nog even... Kijk, dit bedoel ik. Dit sluit de attractie aan elkaar. Kijk, je hebt een opening hier zoals je ziet. Nou, het kan op zich wel. Maar het is natuurlijk mooi als we dit dichtmaken. En dan maken we dicht dan met zo'n fantastische steen. Oh, nu is die te hoog. Hij moest net eronder. Kijk, als je hem zo hebt. Oh, dan komt hij net over het water heen. Ik weet niet of dat heel erg is. Het ziet er niet heel goed uit. Dus ik zal hem even weghalen. Maar zo kan je wel iets heel moois gaan creëren. Als je dit een beetje aan elkaar aansluit. We moeten natuurlijk niet te veel gestenen gaan doen. En ik wil een beetje dat China thema terug laten komen. Dat is best pittig. Maar misschien zouden we iets kunnen gaan realiseren. Want alleen maar stenen zijn allemaal stenen. Nee, dan kunnen we niet alleen maar bouwen. Want dat ziet er... Ja, voor mijn gevoel ziet dat er gewoon wat minder uit als we alleen maar stenen gaan plaatsen. Het is natuurlijk nog toffer als je natuurlijk onder zo'n grote steen doorgaat. Maar dat is een beetje lastig bij deze set. We zouden het wel kunnen realiseren. Maar dan moet ik misschien even iets gaan bouwen op een andere steen. Dus een stuk hout dat je eronder doorgaat. Ik denk dat dat nog wel iets leuker eruit gaat zien. We zouden dus ook die stenen een beetje omhoog kunnen laten gaan. En dan krijg je dus zoiets, dat je zo'n steen uit zo'n rot ziet komen. Ik vind dit dan wat minder, dus die gaan we maar gelijk slopen. Maar dit zijn allemaal stenen. Zo. Oh, wat een fantastische rotje. Nou, ik ga hem plaatsen daar, want hij is fantastisch. Hier vind ik ook nog dit stukje. Ik vind dat mensen niet naar elkaar mogen kijken vanuit de attractie. Ik vind dat de spanning er nog wel een beetje in moet blijven. En dat doen we door gewoon wat stenen hier tussen te proppen. Kijk, dan heb je net niet dat je aan de overkant kan kijken. En misschien zouden we nog wel zo'n bulder, deze, die bulder kunnen we nog wel erin gooien. Erin kwakken. Hier. En misschien hebben wij hier nog even een bulder nodig die we in het midden kunnen plaatsen. Het is even proppen, het is ook even uitzoeken wat je gaat plaatsen. Je moet hem op de juiste manier draaien. En als je hem op een gegeven moment hebt gedraaid, dan zou die dus heel mooi in het hoekje kunnen vallen zoals je ziet. Ja, dit kan net. Het is allemaal kili kili kili. En dat geeft ook niet, het mag ook kili kili zijn. En hier doen we dan ook een klein steentje. En dat gaat er heel mooi uitzien. Daar gaan we vanuit. Dat gaan we proberen. We gaan het gewoon mooi laten uitzien. Nou, dan dit kunnen we misschien zo doen. Dit oogt ook wel gaaf. Ik vind het leuk als ze leunen op dat mos. Dat maakt het wel heel leuk hoor, dit. Kijk, ik vermaak me wel met de bouw hoor. Ik had hier het ook doen. Kijk, dit is ook hartstikke realistisch. Zo zou ik het gewoon doen. Dat je de ingang niet eens meer ziet. Dit zijn gewoon de grotere stenen. Ik denk niet dat we die kunnen gebruiken. Dus we zitten een beetje tegen deze stenen aan. Dus hier moeten we het ook maar mee doen. Deze loopt een beetje schuin. Dus die kunnen we een klein beetje hier neer gaan zetten. Zo. Zo. Het mag wel een beetje... Het hoeft niet allemaal stenen te zijn. We moeten denk ik ook niet te veel gaan doen. Maar het zou leuk zijn als er gewoon af en toe een beetje een laagje stenen zit. Of gewoon een laagje mos. Maakt het ook wel heel erg leuk, denk ik. Kijk, dit vullen we ook zo in.
En ik denk dat het van de attractie vanaf hier, vind ik het er wel heel tof uitzien. Er moet nog wel wat planten komen, maar het is in ieder geval wel een complete attractie aan het worden al. En het is nog lang niet af. Ik merk gewoon dat er gewoon bomen tussen moeten en plantjes die het gewoon de attractie gaan maken. Want ik denk alleen stenen, dat wordt gewoon kaal. Maar dit is gewoon even een grove uitvoering. Dus even kijken, wat gaan we hier? Gaan we ook nog wat tussen proppen? Als het lukt, even proppen. Proppen. Oh ja, gaan we even wat proppen. Is goed hoor. En doen we hier er ook nog een steentje bij. Zo, dames en heren. Ik heb het een en ander afgerond. Ik heb hier nog wat stenen geplaatst. Ik heb wat boompjes geplaatst. Ik ben er nog niet tevreden mee, maar dat komt zeker in de volgende aflevering. Dan gaan we wat meer thematiseren. Het ziet er al een stuk beter uit dan het eerst was. Ik ga nog meer groen toevoegen. Iets meer stenen nog om het af te ronden. Je ziet dat ik tussen de paadjes ook af en toe stenen heb neergezet. En dat het er echt in de attractie... Nou, het ziet er echt heel leuk uit, denk ik al. En ik hoop dat jullie hier tevreden mee zijn. Het is nou nog een beetje een gebiedje, maar dat ga ik nog een beetje afronden met boompjes. Het wordt hier nog wat voller hier, zo waar mijn handje is. Daar komen nog wat meer bloemetjes en dingetjes en datjes. En dan wordt het een hele leuke gethematiseerde attractie. En misschien kunnen wij nog wel wat meer toevoegen, want de stenen zijn heel somber. Dus we moeten dat een beetje leuker gaan maken. Misschien dat we nog wat omgeving erbij gaan maken. In ieder geval, het ziet er al heel leuk uit. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet niet te liken. En vergeet ook niet een like te geven voor deze nieuwe attractie. Ik heb gekozen een soort Piranha 2.0. En dan gaan we binnenkort zo snel mogelijk, wanneer de attractie af is, een ritje maken. En nog meer thematiseren in dit kleine gebiedje. Tot de volgende video. En ja, tot ziens. Doei doeg!